Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag uitzending 620. De vorige keer begonnen we met Psalm 44. Deze klaagzang van het volk volgt een geheel met de Psalmen 42, 43 en 45. Het volk heeft een militaire nederlaag geleden en zucht onder de gevolgen. Het ligt het meest voor de hand om deze psalm in de dagen van Hiskia te plaatsen, toen een aantal judeërs door de assyriërs gedeporteerd werden. In deze psalm verwoordt de dichter de onschuld van zijn volk. Dat maakt de ballingschap voor hem des te onbegrijpelijker. Hij keert zich echter niet van de Here af. Ook al begrijpt hij hem niet, hij zoekt wel hulp bij zijn God. In het eerste deel van de psalm verwijst de dichter naar Gods machtige daden in het verleden, van jongs af aan hebben de Israëlieten erover gehoord. Generatie op generatie heeft meegekregen dat de Heere de enige en almachtige God is. Hij is degene die hun volk heeft liefgehad en gered. Die wetenschap geeft vertrouwen dat de Heere ook nu kan verlossen. En tegelijkertijd is het daardoor ook wel moeilijk om te ervaren dat de Heere in hun situatie niet ingrijpt. Het lijkt alsof hij een verlaten heeft. Nog steeds is het onderwerp van Psalm 44 bijzonder moeilijk. Waarom laat God toe dat mensen die Hem liefhebben lijden? Ook voor christenen is dat geen gemakkelijke vraag. Leven met de Heer betekent niet automatisch een leven zonder zorgen. Paulus schrijft erover in Romeinen 8 en haalt dan ook deze psalm aan. Hoe moeilijk het leven op aarde ook kan zijn, uit dat gedeelte blijkt dat we één ding mogen vasthouden. Leiden is geen reden om aan te nemen dat God niet meer naar ons omziet. Zijn genade en overwinning staan vast, daar moeten we nooit aan twijfelen. Niets, maar dan ook niets, zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, schrijft Paulus in Romeinen 8. Wanneer het moeilijk is, mogen ook de woorden die we vandaag gaan lezen uit Psalm 46 een bemoediging voor u zijn. Een vaste burg is onze God, een toevlucht voor de Zijne. Een datering of een historische aanleiding voor Psalm 46 zijn moeilijk te geven. Sommigen denken dat er geen directe aanleiding voor was, en dat de Psalm gericht is op de eindtijd. Uiteraard zal de Psalm niet uitsluitend met oog op de eindtijd gedicht zijn. Wel is er bij Psalm 46 steeds oog geweest voor een eschatologische uitleg, doordat de woorden van de Psalm in de geschiedenis van Israël zo vaak niet overeenkwamen met de werkelijkheid. Samen met Psalmen 47 en 48 vormen deze Psalmen dan profetische beelden van het koninkrijk dat op deze aarde komt. Psalm 45 beschrijft dan de komst van de koning om zijn koninkrijk hier op deze aarde te vestigen het duizendjarig rijk. De volgende drie Psalmen stellen dit koninkrijk voor. Psalm 46, vers 1: Een lied op Alamot, voor de koorleider van de zonen van Korach. Het woord Alamot betekent zoveel als met jongvrouwen. Het boek vertaalt dit vers daarom ook als volgt. Een lied van de korachieten voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van de jongvrouwen. In dit geval spreekt het waarschijnlijk van stemmen van jonge meisjes. Het lied zou dan gezongen moeten worden door sopraanstemmen. Net als de vorige psalmen wordt ook psalm 46 aan de korachieten toegeschreven. Psalm 46, versen 2 tot en met 4. God is onze toevlucht en kracht. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn... Al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. De openingswoorden zijn een belijdenis. Ze beschrijven het karakter van de Heer. Ze vormen een samenvattende inleiding van heel Psalm 46. De Israëlieten hebben de Heer leren kennen als een sterke schuilplaats. In slechte omstandigheden heeft hij zichzelf als hulp bewezen. De nood waarover wordt gesproken wordt in de rest van de Psalm verder uitgewerkt. Steeds is de Heere in verschillende moeilijke situaties hun hulp geweest. Hij heeft zijn volk niet teleurgesteld. De Heere is zo sterk dat niets hem kan doen wankelen. De illustraties die gebruikt worden, boezemen grote angsten. Alles wat zeker is, lijkt te verdwijnen. Maar de Heere verdwijnt niet. Psalm 46, vers 5: De beekjes van de rivier verblijden de stad van God. Het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste. Het ligt voor de hand om bij de stad van God aan Sion te denken. Maar de situatie van Sion of Jeruzalem komt niet overeen met de beschrijving van een vertakte rivier. We moeten eerder denken aan het paradijs. De stad zal het nieuwe paradijs zijn. Toch wordt al snel duidelijk dat niet de stad voor de veiligheid zorgt, maar degene die de stad bewoont. Sion is namelijk de plaats waar het huis van God, de tempel van de Allerhoogste staat. Psalm 46, vers 6. God is in haar midden. Zij zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. Bergen mogen wankelen, maar de stad van God niet, want hij is zelf in haar midden. Psalm 46, vers 7. De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden. Hij liet zijn stem klinken, de aarde smolt weg. Net als de bergen, de fundamenten van de aarde, kunnen ook koninkrijken wankelen. Want de Heere, de God van Israël, is boven iedere macht verheven. Als gij zijn stem verheft, krimpt zelfs de aarde in één. Psalm 46, vers 8. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. De Heere is de God van Jacob, een naam die regelmatig naar voren komt in verband met hulp en nood. Het is ook de naam die het verbond in herinnering brengt en teruggrijpt op de beloften aan Jacob in Genesis 28. De Heere beschermt zijn volk. Psalm 46, versen 9 en 10. Kom, zie de daden van de Heere, die verwoestingen op de aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. De boog breekt en de speer in stukken slaat. De wagens met vuur verbrandt. De dichter richt de aandacht nu volledig op de macht van de Heere. Iedereen moet zien wat God gedaan heeft. Het is namelijk de Heere die overal de oorlogen laat ophouden en legers machteloos maakt. Psalm 46, versen 11 en 12. Geef het op en weet dat ik God ben. Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken. Ik zal geroemd worden op de aarde. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Zoals ik al aangaf, in de woorden van Psalm 46 klinkt de eschatologische verwachting van het Koninkrijk van God door. In het Nieuwe Testament lezen we ook over een rivier in het Nieuwe Jeruzalem. Zo doet de toekomstige stad van God denken aan de hof van Eden. Het einde van de geschiedenis lijkt op een volmaakte vorm van de begintoestand. We gaan verder met Psalm 47, welke ook aan de Korachieten toegeschreven is. Psalm 47, vers 1. Een psalm voor de koorleider van de zonen van Korach. Ook deze psalm is bestemd voor de koordirigent, net als de vorige psalmen. Het is een loflied tot eer van Israëls grote koning, de Heere. De psalm is opgebouwd uit twee delen. Het tweede deel begint bij vers 7. Beide delen beginnen met een oproep tot juichen en zingen, gevolgd door de reden daarvoor. Psalm 47, versen 2 en 3. Alle volken klap in de handen. Juich voor God met luide vreugdezang, want de Heere, de Allerhoogste, is ontzagwekkend een groot koning over de hele aarde. De reden voor aanbidding is dat de Heere de grote koning is van de hele aarde. Hij is niet alleen de koning van Israël en verdient daarom niet alleen van Israël de eer, maar ook van de andere volken. De Heere is de Allerhoogste. Hij gaat machtige koningen te boven. Want hij heeft volken en landen aan Israël onderworpen. Ook die volken en landen zijn hem aanbidding en eer verplicht. Psalm 47, versen 4 en 5. Hij onderwerpt volken aan ons. Hij brengt natiën onder onze voeten. Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit. De glorie van Jacob, die hij heeft liefgehad. Zoals ik al aangaf, vormen Psalmen 46 tot en met 48 ook profetische beelden van het koninkrijk dat op deze aarde komt. Zoals je kunt zien, is dit niet echt een lied dat spreekt over de geboorte van Christus, maar het heeft over zijn tweede komst. Er zal vreugde zijn op de aarde als gij komt. Psalm 47, vers 6: God vaart op onder gejuich, de Heere vaart op onder bazuingeschal. Bij deze woorden zal binnen de Joodse context gedacht zijn aan de verovering van het beloofde land. Die verovering gepaard met gejuich en het geluid van de ramschoorn. Naast de verovering van het land kan ook gedacht worden aan de verplaatsing van de ark naar Sion. Ook bij die feestvreugde vinden we de beschrijving van dergelijke geluiden. Aangezien Sion op een heuvel ligt, kan de verplaatsing van de ark ook worden gezien als het opklimmen van God. Verder zijn de genoemde geluiden ook gebruikelijk bij de troonsbestijging van een koning. De taal van deze versen wijst ook in die richting. Psalm 47, versen 7 tot en met 10. Zing psalmen voor God, zing psalmen. Zing psalmen voor onze koning, zing psalmen. Want God is koning over heel de aarde. Zing psalmen met een onderwijzing. God regeert over de heidenvolken, God zit op zijn heilige troon. De edelen van de volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham. Want de schilden van de aarde zijn van God. Hij is zeer hoog vergeven. Dit is het tweede gedeelte van de psalm. In grote lijnen wordt herhaald wat in het eerste al werd gehoord. Het onderwerp van het loflied is de Heere. Hij wordt onze koning genoemd. De reden voor de lofzang is opnieuw de heerschappij van God. De Heere heeft zijn heilige troon bestegen. De heerschappij van God wordt erkend door de leiders van de volkeren. Psalm 47 bezingt het koningschap van God. De Heere is de enige God. Hij regeert en daarom verdient Hij de eer van alle volken op aarde. Deze beleidenis is zeer krachtig, ook al wordt Gods heerschappij in het heden niet altijd ervaren. Toch is het de waarheid waar de dichter aan vasthoudt. Zo biedt Psalm 47 perspectief voor de toekomst. God zal blijven regeren. De belofte van de Heere aan Abraham gedaan wordt in vers 10 beschreven als vervuld. In de Joodse traditie wordt Psalm 47 gebruikt op Nieuwjaarsdag, Rosh Hashanah. In het licht van het Nieuwe Testament kan de Psalm eschatologisch worden gezien. Als Jezus na zijn opstanding in Matthäus 28 zegt dat hem alle macht in de hemel en op aarde is gegeven, zal deze heerschappij over de volkeren volmaakt zichtbaar worden bij zijn wederkomst. Het is dan ook gebruikelijk dat in de christelijke traditie de Psalm wordt gelezen op Hemelvaartsdag. We lezen verder in Psalm 48. Het is goed mogelijk dat de inspiratie voor Psalm 48 ook voorkomt uit algemene gebeurtenissen in het verleden. Eschatologisch gezien is deze psalm de laatste van de groep en viert de uiteindelijke en complete overwinning van de Messias. Psalm 48, vers 1. Een lied, een psalm van de zonen van Korach. Het opschrift geeft aan dat Psalm 48 een psalm is van de Korachieten. Daarmee sluit de psalm aan bij de vorige psalmen. In de periode van de Tweede Tempel zongen de Levieten deze psalm iedere tweede dag van de week. Psalm 48, versen 2 tot en met 4. De Heere is groot en zeer te prijzen. In de stad van onze God, op zijn heilige berg. Mooi van ligging, een vreugde voor heel de aarde, is de berg Sion aan de noordzijde, de stad van de Grote Koning. God is in haar paleizen. Hij is er bekend als een veilige vesting. De dichter valt direct met de deur in huis. De Heere is groot. Hem komt alle eer toe. Zo introduceert hij aan het begin het thema van de psalm. Het gaat hem om de eer van de heren. Ook in psalm 48 is sprake van een loflied op Sion, of beter gezegd aan de God van Sion. De kracht van Sion symboliseert de kracht van de heren. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Gods majesteit tot Jeruzalem beperkt blijft, maar wel dat in Jeruzalem Gods grootheid in het bijzonder is te zien. De schoonheid van de stad wordt niet gevonden in het feit dat ze hoog gelegen is, maar in de aanwezigheid van de heren. Psalm 48, versen 5 en 6. Want zie, koningen hadden zich verzameld, zij waren samen opgetrokken. Zodra zij de stad zagen, waren zij verbijsterd. Zij werden door schrik overmand, zij haasten zich weg. Er klinkt een zekere ironie in deze woorden door, omdat in de vorige versen duidelijk is gemaakt wie de echte grote koning is, namelijk de heeren. Koningen verzamelden zich met het doel om Israël aan te vallen. Ze vormden een machtige coalitie en vielen gezamenlijk het land binnen. Tegen God hebben aardse koningen geen schijn van kans. Psalm 48 versen 7 en 8. Hij vergreep hen daaraan, smart als van een barende vrouw. Met een oostenwind breekt u de schepen van Tarzis stuk. De aandacht wordt verlegd van de angst van de koningen naar de daden van God. Hij is het die over de natuur heerst, die de krachtige Oostenwind gebruikt om schepen van Tarzis te verbrijzelen. De gedachte erachter is dan dat de Heer de Heerser is en met gemak de macht van de mens kan breken, of het nu om legers of om grote zeeschepen gaat. Door zulke daden van de Heer wordt het vertrouwen in Hem sterker en gevoed. Psalm 48, vers 9. Zoals wij het gehoord hadden, zo hebben wij het gezien. In de stad van de Heer van de legermachten, in de stad van onze God. God zal haar stand doen houden tot in eeuwigheid. In tijden van oorlog zagen de Israëlieten in een overwinning de bevestiging van wat zij over de Heer hadden gehoord. In dagen van vrede was dezelfde bevestiging zichtbaar in de rust van de stad. Zo zien zowel de vijanden van Israël als de Israëlieten zelf de grote daden van God. Op beide geeft dat een enorme invloed. De vijanden slaan op de vlucht, de Israëlieten groeien in vertrouwen. Psalm 48, versen 10 en 11. O God, wij gedenken uw goede in het midden van uw tempel. Zoals uw naam is, o God, zo is uw roem, tot aan de einden der aarde. Uw achterhand is vol gerechtigheid. Hier verschuift de aandacht waar eerder over God werd gesproken, wordt de Heere nu direct aangesproken. Hem wordt door de menigte lof toegezongen. Het volk stelt zich de trouw van de Heere voor en doet dat in het midden van de tempel. Dat wil zeggen in de voorhof van de tempel, dicht bij de plaats waar de ark van het Verbond en het Heilige der Heiligen stond de aanwezigheid van God. Daar laat het volk tot zich doordringen dat de Heere trouw is aan het verbond dat hij vele jaren eerder met Abraham, Isaac en Jacob heeft gesloten. Zijn trouw blijkt uit het feit dat Jeruzalem en de Tempel, ondanks de aanvallen van vijanden, nog overeind staan. De Heer is de bron van de rechtvaardigheid en deelt gerechtigheid uit. Psalm 48, versen 12 tot en met 14. Laat de berg Sion zich verblijden. Laat de dochters van Juda zich verheugen omwille van uw oordelen. Ga rondom Sion en loop eromheen. Tel haar torens. Richt uw hart op haar vestingwal. Kijk nauwkeurig naar haar paleizen om het aan de volgende generatie te vertellen. De schoonheid van Sion en de heerlijkheid van de Heer zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Hij is en blijft de God van zijn volk. Zelfs in de strijd met de dood zal hij hen leiden, en dat is wat overgebracht moet worden op de volgende geslachten. Er is maar één God, en die God is onlosmakelijk verbonden aan de bestemming van Sion, de stad die de Heer als woonplaats heeft gekozen. Alleen daarom is de blik op Sion, of Jeruzalem, al een blik die verder gaat dan wat er op aarde gebeurt. Het is een blik naar de God van Israël. Het feit dat Jeruzalem vandaag nog steeds bestaat, is een heenwijzing naar de trouw van de Heren. Het Bijbelboek Openbaring maakt duidelijk dat het nieuwe Jeruzalem, net als het Jeruzalem uit Psalm 48, prachtig zal zijn om te zien en nog veel groter heerlijkheid zal hebben dan de oude stad. De Heren zal dan zelf haar tempel zijn. De heerlijkheid van God en het Lam, Jezus Christus, zullen haar verlichten. Psalm 48, vers 15: Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Hij zal ons leiden tot de dood toe. Ook wij mogen ons dit vers toe-eigenen, want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Hij zal ons leiden tot de dood toe. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.tbr.be. Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Courchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.